Welkom allemaal, dames en heren thuis, hier bij de livestream van Aretusa. Twee prachtige wedstrijden in het verschiet. Dames 1 van Aretusa tegen Brandenburg. Aretusa staat op nummer 1, de Brandenburg op 3. Maar nog altijd zijn deze drie eerste teams in deze competitie echt nog in voor de overwinning en het algemene kampioenschap. Dus we gaan hier een mooie wedstrijd beleven, verwachten wij, Hans. We hebben hier twee topteams liggen, denk ik, in deze competitie voor dit jaar. Ja, absoluut. We hebben de uitwedstrijd tegen deze ploeg verloren. Net voor de winterstop, laatste wedstrijd. Het is gewoon een ervaren team, heel geroutineerd. En ze haalden ons heel knap uit ons spel. En daardoor verloren wij. En daardoor is het inderdaad dus nog steeds spannend in de competitie. Wij hebben nog 3 wedstrijden te gaan. Wij moeten ze alle 3 winnen. En dan zijn we afhankelijk van het resultaat van Arnhem. Dus nog een derde ploeg die ook nog meespeelt. Zij moeten eigenlijk een wedstrijd verliezen. Maar die spelen volgende week ook nog tegen Brandenburg. Maar vandaag moeten wij eerst maar eens deze wedstrijd zien te winnen. Anders is het voor ons ook meteen klaar. Inderdaad, deze wedstrijd belangrijk voor ons als Aretusa zijnde. Maar ook mooi om te zien dat Brandenburg volgende week nog zo'n wedstrijd mag spelen. Dus ze zullen zeker gefocust zijn. Wat ik me eigenlijk afvraag, hè? Dit is dames 2 van Brandenburg. Dames 1 speelt dan Eredivisie of gewoon 1 klasse hoger? Nee, dames 1 speelt 1 klasse hoger. Die spelen in de eerste divisie, staan daar stijf bovenaan. Werden vorig jaar ook kampioen in die klasse. Maar hebben ervoor gekozen niet te promoveren naar de Eredivisie. Dus weet je, gewoon een heel sterke ploeg. En ook hun tweede team is wat dat betreft sterk. Ja, en je mag wisselen tussen eerste en tweede teams. Dat doen wij ook. Dus we verwachten dat ze ook een paar sterkhouders van dat team vandaag in het water zullen hebben. Oh, eigenlijk is het alleen maar mooi, hè, dat we gewoon een mooie wedstrijd hier mogen verwachten. En Aretusa moet gewoon het allerbeste bovenhalen. Je gaf aan, wij moeten de 3 wedstrijden nog allemaal winnen. Waar moeten wij nog tegen de komende 2 wedstrijden? We spelen volgende week zaterdag uit tegen Polarbeers. En volgende week zondag de laatste thuiswedstrijd tegen de Rijn. We zijn heel vroeg klaar met de competitie. En in april worden nog 3 competitierondes gespeeld. Maar moeten wij afwachten. En dan spelen inderdaad Arnhem en Brandenburg spelen ook nog hun wedstrijden. Het zou zomaar kunnen dat we halverwege april, terwijl wij thuis zitten, bericht krijgen dat we kampioen zijn. Daar hopen we dan maar op. Het enige wat wij kunnen doen is alles winnen tot nu toe. Ja. Hans, anders iets. Je hebt aangegeven na dit jaar bij Aretusa te willen stoppen. Andere doelen voor jouzelf. Kun je er iets meer over vertellen? Of zeg je van dat we maken het seizoen af en we komen er dan op terug? Uiteindelijk ik heb besloten om te stoppen als coach van deze meiden. Omdat ik 6 jaar trainer-coach ben van deze groep. Super grote, goede groep. Heel erg talentvol, heel veel potentie erin. Maar na 6 jaar heb je eigenlijk een extra prikkel nodig en vreemde ogen die dwingen. Dus ze zijn in gesprek met een nieuwe kandidaat-trainer. Ik hoop dat dat rondkomt en dan kunnen ze de volgende stap maken. En dan kunnen ze makkelijker maken dan dat ik nog een jaar in de groep sta. Dus ik maak vooral plaats in het belang van die groep. Zelf blijf ik ook heel graag actief als trainer of als coach. Maar ik maak eerst dit jaar af. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Maar de waterpolowereld is klein, dus de tamtam die zal wel snel genoeg rondgaan, denk ik. Ja. Dat verwacht ik ook. En volgens mij blijf je altijd bij jou, Aretusa. Ik denk dat we dat rustig mogen zeggen, betrokken. Dus we blijven jou zeker hier zien in het zwembad. Zeker weten. Dankjewel. Heel veel succes deze wedstrijd en we spreken elkaar later. Dankjewel. Ik denk dat we nu gaan starten met het voorstellen van de teams. Ik zie ze nog allemaal klaar liggen. Maar laten we overgaan richting de commentaarpositie. Hallo dames en heren, we hebben net een mooi interview gezien van Hans Willemsen door Patrick Klaassen. Onze dames gaan nou opstellen voor de naam, voor het voorstelrondje. Eén momentje alsjeblieft.
Welkom bij de wedstrijd van Arethusa Dames 1 tegen Brandenburg Dames 2. Wij beginnen met het voorstellen van onze gasten. Met nummer 1 Aniki Elfrink. Nummer 3 Luca Polders. Nummer 4 Eva Brands. Nummer 5 Suzanne Koren. Nummer 7 Vivian Hendricks. Nummer 8 Robin Kuijer. Nummer 9 Lisa van Brederode. Nummer 12 en dus ook de captain Bonetta Buying. En de coach Barbara Hanselaar. Dan onze thuisploeg met nummer 1 Geesje van Os. Nummer 2 Shanika Kokke. Nummer 3 Sophie Merkens. Nummer 4 en ook de aanvoerster Femke Boersma. Nummer 5 Esmee Lucas. Nummer 6 Maaike Zandberg. Nummer 7 Pleun de Groot. Nummer 8 Joni van Breda. Nummer 11 Simone Lucas. Nummer 13 Martine van Onna. Met als coach Hans Willemsen. En als assistentcoach Gerby van Nuland. Deze wedstrijd staat onder leiding van meneer Schoenmakers en meneer Den Brasem. We wensen jullie een fijne wedstrijd. Nou, dat was het voorstel rondje, dames en heren. De dames gaan nu het laatste woordje horen van allebei de coaches van iedere kant. En de scheidsrechters gaan opstellen, zodat we een mooie pot waterpolo kunnen zien. Voor onze eigen dames is het alles of niets. Ze moeten alles winnen om nog een promovatie te kunnen krijgen of een kampioenschap te winnen. En het is afwachten of ze dit ook gaan laten zien. Er is dus nog steeds geen geluid. Hij is kapot. En we zijn van start. Martine van Onna heeft natuurlijk weer de bal veroverd, waarin we weer doorgaan in de snelle aanval. Michael van Zandberg houdt de bal, wacht totdat iedereen is opgesteld. Sophie Merkens dreigt, speelt toch af omdat ze helemaal geblokkeerd wordt daar. Femke Boersma krijgt hem, heeft nog 9 seconden, verre paas. Oeh, en net van de handen van de keeper af. Hele mooie verre paas van Michael Boersma naar Martine van Onna. En dan gaan we. Brandenburg geeft de bal. Houdt de bal lang vast. Wacht tot het is opgesteld. Joni van Breda is agressief defensief bezig. Ja, nou, wel is al 4e keer vrije bal. En nog steeds die bal op dezelfde plek. Hier wordt Esmee Lucas er flink vastgehouden. Contra aanval voor Arethusa. Verre bal op Sophie Merkens. Oeh, die tatert net iets door. 1-0, goed gezien. Joni van Breda in de korte hoek. Prachtig afgewerkt.
Beide ploegen liggen we klaar. Scheidsrechter starten het spel weer. Oh. Gaf iemand in de zwemslag een tik. Vrijwel mee. Vanaf hierboven is makkelijk te zien dat ze natuurlijk worden vastgehouden. Maar als scheidsrechter is dat moeilijk. Verre paas. Geesje van Os heeft hem helemaal tegengehouden. Contra-aanval voor Arethusa. Gaat wat langzamer opgesteld. Ze hebben nou net twee keer alles gegeven. Verre paas naar Shanika. Oké, we gaan terug naar een 6-6 situatie. Keeper maakt hem. Ja, ja, Shanika Kokke. Maakt hem ook af. Volgens mij hebben deze dames het zwakke plekje gevonden van de keeper van Brandenburg. Korte hoek aan de rechterkant. Here we go again. Een volle press vanuit Arethusa. Oeh, dat was best wel agressief vanuit O5. Paas, Femke Boersma. Net niet op tijd. En daar gaan we. Vrije bal is genomen. Op de mid voor. Krijgt ze een kans. Oeh, Maaike van Zandberg wordt er uitgestuurd. Die blauw 12 wordt vrijgelegd. Oh, 2 meter. Nou ligt er eindelijk een 6-5 voor Brandenburg. Wordt overgepaast. Dreigen. Keeper heeft hem. Kijk aan. Contra, lange paas op Sophie Merkens. Gaat ze schieten? Ja. Keeper houdt hem. Maar wel een 2 meter voor Arethusa nu. 20 seconden weer om aan te vallen. Sophie zet hem door. Esme Lucas heeft de bal. Terug, laat hem vallen. Duurt lang met de paas. 10 seconden nog. Esme, zal ze weer dreigen? Ja. Oh, heel netjes in de verre hoek. Esme Lucas, hè. Hier komt nou de tweede wissel van Arethusa aan. Simone Lucas, hè. Brandenburg heeft tot nu toe helemaal niks tegen te brengen tegen onze Arethusa dames. Oh, ja, Pleun de Groot. Zwalbe vanuit Brandenburg om Pleun de Groot eruit te halen. Leek alsof ze aan de benen getrokken werd, maar dat konden wij goed zien. Was absoluut niet. Laat die handen zien, dames, want ze zien open plekjes. Ja, gaat door naar de 2. Midden, tegengehouden. Dit is een 2 meter, inderdaad. Hier wordt rondgespeeld, ja. Oeh, wanhoopschot vanuit de volle press. Verre paas naar Simone Lucas, hè. Paas terug naar Pleun de Groot. Boogbal. Oeh. Simone Lucas is scherp. Die gaat door. 5 meter. Ja, ja. Dit is goed gedaan vanuit Simone. OKP weer op blauw 8. Extra mogelijkheden. Shanika Kokke gaat deze nemen. We staan even te wachten totdat alle scheidsrechters goed staan. Ja, hoppakee. Oeh, Shanika gaat voor de sprint om hem toch nog te pakken. Ja, zit ervoor. Heeft de bal. Wordt flink aangepakt. Goeie vrije bal gekregen. Terug naar het midden. Bal rond, bal rond. Wordt heel hard geroepen. Ja, en een boogbal van Pleun de Groot. Wit nummer 7. In de verre hoek. Keeper had niks te zeggen hierover. Oké. Okay. En we gaan weer van start.
Volle press. Oeh. Dit is wel agressief spelen. Vol afhouden. Geesje. Geesje heeft hem. Geeft hem goed af. Veilig gesteld. En we gaan weer mooi in tegenaanval. Joni is, let op, ja ja, gaat voor de 1-0. Ziet daar nog Pleun liggen. Oh, bijbal, netjes. Gaat door, goed op de hand. Spelen door. Brandenburg speelt zo te zien een M-zone of een 3-zone. Dat betekent dat de middenman terugvalt. Sophie Merkens, mooie dreiging, hoger uit. Vol in de verre hoek. Sophie Merkens, dames en heren. Hier wordt weer het een en ander gewisseld, ook bij Brandenburg. En we gaan weer door. Oh, blauw 5, die normaliter daar in het midden blijft liggen. Die gaat nou naar de mid voor. Is geen schuil. Oh, oh, oh. Ja, goed zo, Geesje. Oh. Dit is jammer. Dit is blauw nummer 8. Robin Kuijer. Net boven het hoofd van ons eigen Geesje. Dat zijn van die hele zure ballen voor een keeper. Ja, we gaan weer van start. Dames zijn goed aan het opstellen. Zijn elkaar aan het zoeken en een hele snelle paas. Zo, nou Simone Lucassen die hem ook zo inwipt. Zonder problemen. We gaan er ook gelijk uit. Even een publiekswissel en wat rust. En er zijn er twee tussenuit gestoken. Hoogbal. Ja, daar kon Geesje niks meer aan doen. Blauw nummer 3. Luca Polders. Daar kon onze eigen Geesje niks aan doen. Hier wordt heel snel weer vooruit gespeeld. Harde press op de hoge kant. Martine van Onna dreigt. Ziet geen opening. Geeft hem af op Sanika. Sanika geeft hem ook maar af. Oh en over. En we moeten terug in de verdediging. En we gaan door. Oh. Martine speelt daar een beetje gevaarlijk op de verdediging door het telkens op te hangen. Nou, dit was afhouden. Goed laten zien vanuit Maaike. Maar wij zien het. Scheidsrechter net niet. Ja, ja, ja. Goed in de bal aangelegen, Joni. Hierdoor kunnen we een tegenaanval. Hier komen ze met 3-2 vrij. Hopelijk houdt Femke de ruimte daar. Ja, en in de korte hoek. Mooi laag. Kiepster had er helemaal niks voor te doen. Femke Boersma. Oh, hier gaat iets fout in de communicatie. Net niet. Wel een 5 meter als het goed is tegen. Ja. Femke raakt net het achterhoofd van de aanvallende speler. Waardoor een 5 meter komt. Heel jammer. Goede poging om de bal te pakken. En hier. Ja, en een mooi... Blauw 5 snapte niet de communicatie van de scheidsrechter. Ik heb die niet op mijn lijstje staan. Dat is een beetje vervelend. Suzanne Koren vervat. Heel mooi doelpunt.
laatste paar seconden waardoor ons team besluit om de keepster mee te laten gaan. Dit mag. Maar dan moeten ze wel alle seconden benutten in deze aanval. Anders hebben ze een open goal. Wordt overgegeven. Shanika, Geesje. Geesje schiet op de laatste seconde. Jammer tegen een blok aan. Nu een klein bericht van onze sponsoren. Nou, de zoomer is al afgegaan, maar de teams liggen nog steeds in klaar. Scheidsrechters hebben ook nog niet gefloten van, hey, ga eens klaar liggen. Dat zou ik wel al lang gedaan hebben, maar dat ben ik. Beetje tijd. Ja, precies, met man van tijd. Wordt hier ook geroepen in het hokje waar wij zitten. Beide teams staan klaar en we gaan weer van start. Martine van Onna ligt weer voorop bij ons om de bal op te halen. Ja, onze snelle sprinster. Kan ook niet anders. En we gaan naar een goede opstelling. Mike krijgt de bal zonder problemen. Goed rondgespeeld. Beetje meer aansluiten, want ze liggen best wel ver. Martine probeert het van die kant. Goed geprobeerd, jammer genoeg, net niet. En we gaan door, wordt niet iedereen verdedigd, waardoor ze vrij spel in de opstelling krijgen. Dat vond ik wat minder, maar zoals ik al eerder zeg, wij zien het van bovenaf, scheidsrechters niet. Goeie blok. Mooi in de ballijn. Oh, beetje miscommunicatie. Die knoppen. Hier gaan we weer Simone Lucassen. Zet door. Michael van Zandberg komt vrij door. Hele mooie bal. Thijs, wat vond jij hiervan? Ja, hij is gewoon volgens het boekje. Je hoeft verder niet poespas te doen. Ze ligt vrij, ze ligt klaar. En dat is gewoon goed zat. Meer heb je niet nodig. U hoort nou Thijs de weer, dames en heren. Ik had foute informatie. Mireille Klaassen is niet mijn co-host. Maar Thijs de Weert die wil wel bij mij komen zitten. Oeh, hier wordt bijgepakt. Ja, duurde wel lang, hè? Ze hield gewoon heel duidelijk af. En je ziet ook dat ze mooi de handjes eruit heeft van ik doe helemaal niks. En dan zie je een mooie doorbraak. Goed gevonden. Mooi doelpunt. Lekker. 1-0'tje, zoals het hoort, hè? Zoals het hoort. Esme Lucassen, dames en heren. Oh, zachte kans en greep hem om hem gewoon goed af te maken. ...10-3 is het alweer. Dit is wel op dit niveau best wel een afslachting. Ja, je zou ook verwachten van tevoren, als je de statistieken kijkt, best wel aan elkaar gewaagd. Ik zou hier ook zo.
Je zag de scheids al met een armpje omhoog staan. Zo van het is een 5 of doelpunt. Maar Blauw 12 kon gewoon heel mooi doorzetten. Bonnette Buining die heeft hem afgemaakt. En ze had 5 meter anders wel gekregen als het niet had gezeten. Denk ik. Ja, het duurde best lang. Het duurde wel lang. Ik had hem zelf ook eerder afgefloten wat dat betreft. Ja, ik ook. Maar het is wel mooi dat die actie zo afgemaakt kan worden en ook beloond met een doelpunt. Ik had niet verwacht dat ze nog veel kon in die positie. Ja, het was een beetje een onmogelijke positie, maar ze draaide gewoon helemaal mooi door naar binnen. En blijft er toch iedere keer voor, waardoor ook de verdediging eigenlijk helemaal niet zoveel kan. Ja. Kijk hier, mooi. Goed spel. Mooie 6-6. Oh. Scheidsrechter geeft een 5. Scheidsrechter geeft een 5, omdat Simone werd aan haar arm teruggetrokken. Is meer een uitsluiting, want er lag iemand Ik had voor. Een uitsluiting gefloten, want er lag eigenlijk nog een verdediger inderdaad tussen. En een 5 meter is alleen bij een 100% doelkans. En dan is het argumentatie van, is dit een 100% doelkans, ja of nee? Oeh, Janika mist hem weer, maar gaat ze weer voor de herkansing. Ja, dit poging is herkansing. Poging 2. Maak hem toch op. Ja, ja. Janika Kokker, dit is wel de tweede 5 meter die ze zo moet afmaken, Thijs. Ja, ja, weet je, zolang het afgemaakt blijft, dan is het prima. Dan klagen we niet al te veel. Maar wij zeggen altijd met een 5 meter, die moeten gewoon in gelijk, eerste keer. Maar als het zo moet, dan moet het maar zo. Ja. Het is het resultaat wat telt. Goed zo, Simone. Je ziet ook gewoon dat ze heel erg de best doet om er gewoon omheen te blijven. En het enige wat die blauwe doet, is haar proberen weg te houden. En dan wordt dan inderdaad weer bestraft. En hier zie je gewoon over de hele keurig. Janika Kokker, jeetje Mino, wat een samenspel is dit, hè? Bericht is duidelijk. Ja. Dit is tweede helft van het tweede partje. Ja, dit wordt nog wel. Nou, daar gaat ze weer. Probeert er langs te komen. Ziet dus mee goed die binnenkant houden. Lekker Geesje, heel mooi gehouden. Als ze nu de binnenkant hield en ze dus niet tevoor lag, was het ook geen 5 meter. Dus dit is prima verdedigd. Meer als verdediger kan je niet doen. Hij was heel mooi verdedigd. Heel hè? Goed verdedigd. Ook gewoon heel duidelijk maakt tegelijkertijd dat ze afhoudt. Oeh, verre paas. Zijn elkaar aan het zoeken op dit moment. 8 seconden op de klok. Die gaat rammen. Oeh. Oh. In het enthousiasme had Blauw een tweede bal erbij gegooid. Mag niet, moet even terug. Hey, ballijn, huppakee, contra. Weinig contra, volgens mij zijn onze dames een beetje moe die in het veld liggen. Ja, ik moet zeggen dat ze veel sneller kunnen. Maar ze komen toch nog steeds met eigenlijk een man extra door. Oeh, dat is net jammer. Oh, keeper sloeg tegen de paal aan volgens mij. Wel de rechterhand, dus ik hoop dat ze nou minder goed kan uitgooien. Oeh. Dat is jammer. Robin Kuijer, ja. Vervelend balletje. Ja, het is vervelend. Zeker voor de keeper als hij dan net onder je arm doorschiet. Het gebeurt wel eens. Ja. Je wilt liever niet, maar ja. Het liefste heb je hem gewoon natuurlijk. Kijk, hier komen even een paar wissels. Ik zie Martine al helemaal op en neer stuiteren, want die heeft er zin in. Kijk, een mooie opzet. Zoeken elkaar. Bal gaat gewoon lekker rond. Ja, ja. Je ziet gewoon dat de verdediging daar net niet op loopt te letten. Puk heeft net genoeg ruimte, die heeft 30 centimeter of zo, maar ja, dat is alles wat ze nodig heeft. Pleunengroot heeft er genoeg ruimte. Nee, sorry. Excuus. Hans geeft wel het een en ander aan advies, maar volgens mij horen de dames het niet. Hier een hele goede overname waarin Sophie nou 1-0 gewoon door kan. Kijken of ze gaat stappen. Nee, dreigen.
Zo, die was vol op het gezicht. Heel fijn. Kiepser heeft er last van. We gaan door. Ze zijn elkaar aan het zoeken. Laatste 5 seconden. Ja, jammer. Op een gegeven moment kun je niet meer. De aanval duurt maar zo lang. Dus op een gegeven moment moet er geschoten worden. Dat is de nakse van maar beter vanuit de tweede lijn. Maar helaas dacht de verdediging hetzelfde erover. Die gaat schieten vanuit de tweede lijn. En dan zie je dat er heel veel blok klaar ligt. Gaat er niet in. Maaike deed wel slim om de arm van de verdediger over haar heen te trekken. Ja. Maar dat ziet de andere scheids natuurlijk niet, hè? Nee, die zie je vanaf één kant. En wat dat betreft hebben wij hier een mooi beeld. Kijk, oh. Mid voor, die zette af. En dat mag niet. En dan zag deze scheids zag dat gewoon. Goed gezien. Dus dan zie je, ondanks dat eigenlijk de bal ergens anders was, dat het toch wordt bestraft. Dus dat je gewoon netjes moet blijven spelen. Verre paas. Komt nog iemand vrij door het midden. Alleen Pleun heeft het niet door. Luik heeft hem mooi. Gewoon alsnog rustig de aanval opzetten. Ze hebben nog 12 seconden. Oeh, goede blok geweest. Martine gaat er nog voor. Ja, heeft hem. Aanval. Nieuwe 20 seconden, want we hebben weer de bal. Over de hele. Boom. Keurig. Sophie Merkens, heel netjes. Wat vind jij hiervan? Ja, ik ben als iemand van Arethusa natuurlijk zeer tevreden. Als u van Arethusa zijn wel, ja. Als Arethusa ben je heel tevreden mee. Ik had het niet verwacht. Ik moet wel zeggen, Brandenburg is wel flink aan het strijden. Ze geven niet zomaar op. We hebben weer een 3-2 situatie. Jullie komt door. Vrije bal. Sophie sluit ook nog aan. Maar het is al niet meer nodig. Eén balletje over de hele is genoeg. Femke Boersma krijgt hem en die schiet hem gewoon af, hè? Ja. Zonder problemen. Ondanks dat coach riep wel dat hij naar Sophie moest in de tweede lijn, maar als het werkt, dan werkt het. Die lagen gedekt, ik zou het niet doen. Ik zou het ook niet gedaan, ik vond het een prima paas. Ja. Ze lag ook echt lekker, 1-0 voor. Geen verdediging tussen haar en de goal. De laatste 36 seconden. Hier zou ik toch het een en ander hebben gefloten. Jij niet? Ja, het is lastig, want Blauwe Vijf stopt er zelf gewoon met de aanval spelen. Ja. En als je zelf niet voor de bal wil, dan krijg je hem ook niet. En je ziet daarachter, zag je Martine gewoon met twee handjes eruit van ik doe niks. Dus ik vind het vrij lastig. Dit is niet lastig. Het is gewoon keurig doelpunt in de lange hoek. Joni, die ramt hem wel mooi in die verre hoek. Ja. Keurig, loopzuiver. Joni, ja. Joni. 16-5, tweede part. 10 seconden nog op de klok. Sophie, je trapt er iedere keer in, meisje. Lange paas. Volgens het boekje. Volgens het boekje, ja. Ook de keepster heeft tijd nodig van de ene kant naar de andere kant. En die tijd had ze in dit geval niet. Nee. Nou, de laatste 5 seconden. Na deze 5 seconden. Laatste 5 seconden. En hierna komt er weer een bericht van onze sponsor. 2, 1. Simone Lucas. Jammer.
Ja, we mogen weer van start, dames en heren. Teams liggen nog niet klaar. Wij zijn wel klaar. Kijk, nou fluit scheidsrechter wel om te mogen beginnen. Een huishoudelijke mededeling. Als jullie refreshen thuis, dan gaan jullie over naar een ander kanaaltje. En dan kunnen jullie kijken. En hier gaan we van start. Nou, 16-6. Nummer 1 tegen nummer 3 hebben wij net gecheckt. Wat een tussenstand momenteel. Wat een tussenstand. En ze zien, de dames gaan gewoon gelijk door. Laat er geen gras over groeien. Die gaan gewoon gelijk door. Gelijk balpak, gelijk aanvallen. Die ruiken bloed volgens mij. Ja, ik zie ook daar op de midvoor. Zo! Wordt nog teruggetrokken aan het balpak. Maakt niks uit. Nee, Simone maakt hem gewoon af. Maakt hem gewoon af. Ze weten allemaal niet meer zo goed waar ze moeten zoeken, Blauw. Ik denk dat er veel pluk- en trekwerk gaat gebeuren. Ja, je ziet ook met hier het opstellen van de aanval. Dus het gaat allemaal een stuk lager tempo als dat onze dames gaan. Dat is wel een mooie spalbe vanaf hier te zien, uit mijn blik. Volgens mij had Joni daadwerkelijk balpark vast. Oh, kijk aan. Heel slordige paas. En dan zie je ook gewoon iedereen gelijk weg. Geesje is er. Ja, goed gezien. Oh, oh. Je ziet ook gewoon dat ze hun best doen om gewoon maar die met voor met z'n allen uit te verdedigen. Maar daardoor laat je wel die tweede lijn vrij. En Simone zag het hoekje, kon hem alleen niet erin raken. Zo. Kijk aan, goed verdedigd allemaal. Zit allemaal potdicht. Dat is jammer. SW probeerde te verdedigen in de ballijn. Robin Kuijer scoort hem wel heel netjes, maar... Dan hoop je gewoon dat die paas niet gegeven kan worden. En als die paas er toch zo perfect aankomt, ja... Dat is net zuur, de enige plaats waar die paas niet had mogen komen. En dan komt hij. En het doelpunt dus. Nou ja, statistisch en theoretisch gezien... heeft Brandenburg nog een kans om gelijk te spelen. Ja, een doelpunt duurt maar 1 seconde. Allee, dan moet je... Ik wil net zeggen, dan moet je hopen dat de tegenstanders ook niet scoren in 1 seconde. De keepster raakte de bal nog aan, dus dat wordt een hoekworp van 2 meter bij ons. Zo, die werd goed teruggetrokken. Ja, die had al van tevoren het balpak al vast. Die denk je gaat nergens heen. Goed zo. Er was nog weinig seconden over. Daarom gooit Simone hem in de hoek, zodat ze wat extra tijd krijgen. Ja, vanuit haar positie was het ook niet waard om nog te schieten. Dus dan kies ze inderdaad einde voor de geld. En de aanval staat nu opgesteld met nog 20 seconden te gaan. Dus je... Ja. Kostte toch 10 extra seconden. Of 5. Dit is toch wel eigenlijk leunen op die verdediger. Ja, die had ik ook tegengefloten. Maar de scheids die keek en die zag dat die heeft misschien bepaald dat het er niet toe deed. Oeh, Femke, waarom ga je niet zelf? Optie 1 is eigenlijk altijd scoren thuis. Eigenlijk wel. Maar ik weet het niet. Ik weet niet waarom ze kozen om af te buigen. Misschien dacht ze dat de andere mensen wel door zouden komen. Beter door zouden komen. Hier kan je wel zien dat Simone echt heel moe is van de op- en neerzwemmen. Wil gewoon niet meer. Oh, Joni heeft de bal veroverd. Heel goed. Goed verdedigd. Goede onderschepping. En dan kunnen we gelijk weer de andere kant op. En dan hoop ik dat ze hem rechts geeft.
Daarvoor, daarvoor, Geese, daarvoor. Kom op. Ja, wij kunnen dit heel mooi zien dat ze aan de heup werd vastgehouden. Scheidsrechter wat minder. Ja, dan zie je toch dat deze hoek eigenlijk toch wel ietsje fijner is wat dat betreft. Je ziet veel duidelijk wanneer mensen aan de badpak worden gepakt. Ja. Jonas schiet. Oeh. Jammer. Veel te gehaast. Het gaat te gehaast en toch net niet snel genoeg. Dan moet allemaal snel. Maar uiteindelijk tikt die 30 toch af. En dan word je genoodzaakt om zo'n schot te plaatsen. Meer uit nood dan echt uit overtuiging om te scoren. Goed tegenhouden van Geesje. Oh. Mooi. Weer een hoekworp. De dames zijn toch al bijna 4 minuten bezig om met op en neer zwemmen. Er is tussentijds nog geen goal gevallen. Zou dit het beruchte derde partje van Arethusa zijn, Thijs? Ja, ik vrees het wel. Maar ik moet zeggen dat ze het verdedigend alsnog best goed oplossen. Alleen het scorend vermogen is inderdaad een beetje gezakt. Gezakt. Gewoon foutjes maken, hè? Slordige foutjes. Ja. Niet nodig. Ik zag zo niet waar de scheids voor floot. Ik ook niet. Ik hoorde Hans roepen hele, daar was ik eigenlijk naar aan het kijken. Daar was ik ook naar het kijken. Oeh, heel mooi in de kruising. Blauw nummer 4, Eva Brands. Dat was wel een mooi zuiver schot. Ja, scherp schutter. Ze stapt naar buiten, ze stapt naar achter en gewoon echt kei mooi in de kruising, ja. Niks meer aan doen. Ja. Ja, nou wel, een goed moment voor een paar wissels. Frisse gezichten. Ja, je wil altijd die snelheid toch wel weer terugbrengen. Dus als je ziet dat de snelheid er niet meer in zit, dan is dat het moment om te wisselen. Je hebt toch onbeperkt wissels. Hoppa! Ja. Het is net die 10 centimeter die ze nodig heeft. En dan krijgt ze het. En ook die zat gewoon zuiver in het hoekie. Simone Lucassen. Simone Lucassen, ja. Oeh, hier komt blauw heel gevaarlijk door. Vrije bal mee. Geesje, heel mooi verdedigd. Wij zagen een gezicht waarbij ze heel erg schrok van die verdediging. Van die blauwe. De twijfelachtig. Scheids vond niet dat het een 1-0 doelpoging was. En dat ze of van de zijkant afkwam. Of dat Martine dan toch net iets misschien dook of zo. Hij wees er naartoe, zo van ik heb het gezien. Maar hij heeft niet beoordeeld dat het een 5 was. Oeh, prachtig verdedigd hier in de ballijn. Een beetje spannend. Ah, kijk aan. Hier gaan we weer in de contra. Kijk, en door. Frisse moed. Hup. Rijk. Over. Oeh. Ik hoor hele, maar... Oh, daar hele. Simone ligt vrij inderdaad. Skypaas. 5, 4. Ja. Recht. Verhoek, net op die laatste paar secondes. Dan ligt ze eerst veel dieper en je ziet er gewoon opstappen en zo die hoek mogelijk maken. En dan prikt ze hem er gewoon in. 19-8 met nog 27 seconden op de klok, Thijs. Ja, daarna wedstrijd. Nog een periode. En de vierde periode is vaak beter dan de derde periode. Ja. Hebben de dames nog even wat extra rust om bij te komen. Hebben sommigen echt wel nodig, want die hebben gestreden van hier tot Jewelse. Goed zo. Afgefloten voor 2 meter. Speelslag in het 2 meter gebied. Blauw 5, hè? Blauw 5, ja. En we zien hier 2-0 doorkomen. Dreigen.
Oh. Die had er ook wel in gemogen. Dit beetje stressgebied van onze dames. 1-0'tje. Vol op de keeper. Doe dan op het gezicht, zeg ik altijd. Ja, ik weet niet. Volgens mij hebben ze gewoon net, iets te veel tijd of zo. En dan getwijfel welke hoek. Janika Kokken, maak hem af. Laatste seconde. Dat was geen laatste tijd. Pauze. Bericht van onze sponsors, dames en heren. Ja, gaan we weer beginnen. 20-8. Voorspelling, wat doe jij na 6 minuten? Ja, is lastig. Ik denk dat onze dames de 25 echt wel kunnen halen. Ik denk niet dat de 30 er nog in zit. Tenzij Brandenburg echt heel hard gaat inzakken. Zullen we een tientje opwedden? Slecht gedrag van onze presentatoren. Thuis niet doen. Maaike heeft de bal. Heel goed. Zo. Er in het midden. Ja. Midden probeert ze los te komen. En er wordt afgeleurd voor 2 meter. Hij is er werd gewoon vastgepakt door 4 man bij de kant. Ik vond het ook een dubieuze beslissing. Ja. Maar dat is ook vanuit de positie dat wij kijken natuurlijk. Wij zagen dat heel snel afgemaakt en heel makkelijk. Robin Kajer weer. Dat is er 4e of 5e. Mijn app werkt niet mee. 4. Of de tablet is er langzaam. Gaan we weer. Dan wou ze even redemption. Ja. Kreeg het niet. Kreeg het niet. Maar wel een goede mooie positie. Het was een keurig uitgespeelde aanval. Verder niks over te zeggen. Het is jammer dat hij net aan de verkeerde kant van de paal komt. Zo. Ik wou net zeggen. Nou. Die blauwe zeven had 2 man vast. Onze dames zijn een beetje aan het inzakken. Net in dat korte hoekje wat er nog zat. De onmogelijke hoek. Vanuit die hoek eigenlijk niet te doen. Met een drukballetje. Met een drukbal. Komt het toch in. Oh, verschrikkelijk. Martine van Onna flikt het maar weer. Ja, de verdediging was gewoon niet zo aan het opletten ofzo. Die waren gewoon bezig met het andere spel. En die zien gewoon niet dat Martine op scherp lag. En die is er voorbij. En dan kunnen ze niks meer.
Ik denk dat Hans een ander spel heeft ingezet net. In aanval en verdediging. Nou, het zou zomaar kunnen. Je zag nou gewoon dat in de verdediging deden ze heel duidelijk die met vooruit verdedigen. Omdat dat de enige is die bij hun een beetje kan scoren. Ja, ja. Onze Joni maakt hem gewoon keihard af. En dat stuk is nog hetzelfde. Gewoon op de contra. Lange paas. En doelpunt. Goed gezien wat Pleun, wordt vastgehouden, ja ja. Ga door. En ze ziet die vrije man, Martine komt 1-0 door. 1-0 de keeper. Boom. Geen poespas, niet moeilijk doen. Alsof het niks is, hè? Alsof het niks is. Ja. Ja, misschien toch wel alsof het iets is dat ze vraagt om te wisselen. Oh, toch wel? Oh, jeetje. Ah, publiekswissel heet zoiets, hè? Publiekswissel, ja. Als je scoort mag je wisselen. Ja. Ze zijn hem met voorhand dubbel uitpressen. Hele mooie tegenaanval. Simone Lucas ligt gelijk vrij. Ziet Femke. Diep. Oh, net te diep. Net te diep in de 2 meter. Dat mag niet. Oh, oh, dus oh. Dus wordt afgefloten. Dat is net zuur. Zo jammer dit. Oh, volle press. Kunnen we door? Oh nee, dat spelen we niet meer. Pot voor 3. Ja, je ziet heel duidelijk dat er 2 man onder mid voor ligt. Toch afstand houden. Ja. Nou, blauw 5 wordt gewoon. Nam gewoon de verdediger mee. Blauw 8. Robin Kuijer alweer. Teller staat op 6. Teller staat op 6, ja. Pot voor 3. Ja. Wanneer krijgt hij een trap? Zoals onze Joop het zou zeggen, hè? Ja. Ook wel natuurlijk niet. We spelen heel netjes volgens de regels. We bedoelen met een trap bedoelen dat hij hem gewoon helemaal vastlegt. En dat hij daarna niks meer kan. Dat je nooit meer de poging geeft om te kunnen scoren. Want dat is een veruit een grootste scorend vermogen. Simone Lucas het net wel heel goed geprobeerd vanuit die hoek. Kreeg het net niet. Maar ik heb het gevoel, Thijs, die twee verdedigers bij de mid voor liggen zo dicht erop. Ze kunnen gewoon worden gewoon meegenomen. Ja, ik zag het misschien. Het is mogelijk. Als, op een gegeven moment als je zo goed wordt uitverdedigd als met voor, dan kun je ook niks anders doen dan gaas scheppen. En dat doe je dan inderdaad door ze een beetje vast te pakken, een beetje weg te trekken. Alles om maar van zo moeit. Oh, is er 5? Ja, dit ja, was wel dit echt. Was wel echt een 5. Speelster kwam van achter. De actie kon niet afgemaakt worden. Hij keek nog of de actie gemaakt kon worden. Dat kon niet meer. Maar Femke die deed wel expres die 5 meter uitlokken. Of het expres was of niet. Ja, weer een contra van Femke. De tegenaanval net van Blauw. Ja, kwam niet zoveel uit. Oeh, voor de goal langs, helaas. Bal ligt achter de doelpalen. En dus uit het veld.
En dan zie je dat blauw doorkomt en dat is toch weer... Oeh, daar ligt nog iemand vrij in de verre kant. Hun scoort vermogen. Vrije bal, dus helemaal prima. Snelheid van de aanval eruit. En Willem 6 mag toch niet inschieten. Oeh, heel mooi boogje. Suzanne Korenverwat. Nee, de stelling... Nee, ik hoopte op 25-10, maar... Oh, ik zie een time-out van Hans. Alleen maar 25 voor Aretuza kan nog steeds. Kan theoretisch nog steeds, maar... Ze hebben nu 30 seconden aanval, nog 1 minuut 20. Dus als ze dan een beetje snel die bal veroveren, hebben ze 2 aanvallen, allebei scoren. We begonnen wel 20-9, hè? Of 20-8. Sorry, 20-8 begonnen we. Ja. Het is wel heel zuur. Ja, en daarom zie je ook dat de time-out wordt gevraagd. Dus even een moment voor resetten, even de focus erbij halen. Niet te makkelijk erover denken, maar je ziet gewoon dat elk klein foutje wordt wel bestraft. Zou Hansen liefkozende woorden toespreken? Ik verwacht dat Hans heel duidelijke taal spreekt. Dit is het plan, dit gaan we doen, zo gaan we het aanpakken en we gaan het gewoon afmaken, deze wedstrijd. En we gaan weer door. Bal bij de keeper. Let's go. Wel spelen, dames. Kom, 30 seconden. Ja, hè? Jeetje. Blauw 7 lag er te dichtbij bij de vrije bal. Dan moet je 1,5 meter afstand houden. Dus dat mag niet. Het is een uitsluiting. Dan zie je iemand meer op stelling. Oh, Belgenpaas. Dat noemen we de Belgenpaas, omdat die paas eigenlijk nooit mag komen. Die paas daarentegen mag wel gewoon komen. Over de hele. En het prik hem erin. En dan hebben ze nog 1 minuut 3 om de bal te veroveren. En die 25 te halen. Ik heb er vertrouwen in. Thijs, had je toch maar geld gewed, hè? Oh nee. Had ik toch maar doorgezet. Wij doen niet aan wedden. De volgende ploegen staan ook al klaar. Onze heren 1 tegen de Venneheren 1. Dat wordt ook een kraker. Oh. Nummer 1 tegen de huidige nummer 3. Maar op de eerste wedstrijd, de uitwedstrijd, hadden ze 9-8 verloren. Dus Aretuza heeft nog wel iets te bewijzen als ze kampioen willen worden. Thijs, 25, gaan we doen. Ja, we hebben de 51 seconden, dus die 25 score die kan. De vraag is... Ja, maar ja, je ziet nou ook dat Brandenburg gewoon in 6 seconden scoort. Ja, dus dan geven zij 6 seconden van de 30 die ze hadden. Dus dat is 24 bonus seconden voor ons om mee te scoren. Zullen we het gebruiken? We gaan het zien. Simone Lucas gooit hem wel erin. Die gooit hem erin. Ze gooien hem erin. Blauw probeert nog te argumenteren dat Sofie in de 2 meter lag. Maar ja, als je met 2 handen haar erin duwt, dan wordt er niet natuurlijk altijd benoemd. Je gaat schieten. Goed tegengehouden, 23 seconden. Gaat de 26 komen? Ja, die komt wel, kijk maar. Want ze komen hier 2 in door, 3 in door. Oh joh. 3 in door. Simone vrij spel. Simone paast hem naar de tweede paal, Maaike. Hoppa. 26. Ja, nou ja, dit is game over voor Brandenburg. Ja. Douche, afgebrand. Ja, als Aretuza nu nog scoort, dan zou ik het heel knap vinden. Zeg nooit nooit. Maar ja, na deze seconde aanval is gewoon uitspelen en dan is het meestal klaar. Na deze 9 seconden krijgen we een interview met iemand uit het publiek die de wedstrijd heeft gezien. Die zal zijn ongezouten mening hierover geven. Je ziet al dat ze het helemaal hebben opgegeven, hè? Ja. Gewoon, het zal wel. Dit is gewoon een game over. Eén poging. Nou, dit was dames 1, dames en heren. We gaan zo meteen heren 1 zien. En we gaan over naar het interview van Patrick Klaassen.
Edwin, we zijn terug hier na de wedstrijd. We zien hier eigenlijk een wedstrijd waarin we dachten dat we veel tegenstand gingen krijgen. Ja, toch een hele andere wending krijgen. Ja, inderdaad. Een schitterende wedstrijd. 26-12. Goed gespeeld, dames. En ik denk zo blijven spelen. Dan gaat het seizoen een mooi seizoen worden. Tevens hebben we dit jaar, zoals jullie hebben kunnen zien, zijn we begonnen met live uitzendingen. Live uitzendingen worden ook afgespeeld op DTV op maandagavond 7 uur, geloof ik, Patrick. Klopt helemaal. We hebben een hele nauwe samenwerking met DTV. Super mooi dat zij deze livestream overnemen in een korte samenvatting. En dat is gewoon extra publiciteit die we onze sponsoren kunnen bieden. Met de stap die we als Arethusa dit jaar hebben gemaakt. Inderdaad, klopt Patrick. We hebben dit jaar als sponsorcommissie zijn we een nieuwe weg ingeslaan. Een nieuwe groep sponsoren gezocht door de sponsorcommissie. Maar zoals jullie kunnen zien, er is nog genoeg ruimte in het zwembad om meer borden, meer spandoeken, meer sponsoruitingen te plaatsen. Dus sponsoren, van harte welkom. Leuke club, gemoedelijk, vriendelijk. Waterpolo, wedstrijdzwemmen, recreatief, onderwijs voor het zwemmen. Alles is hier eigenlijk in de club aanwezig. Ja, inderdaad. Arethusa heel breed ingezet, zeg maar, op alle facetten binnen de zwemsport. Einde van het seizoen, en dat is richting de zomer, gaan we de jaarlijkse zomeravondcompetitie doen. Ook hierin gaan we onze sponsoren betrekken en daarin gaan we dus eigenlijk ook een bedrijvencompetitie starten. Dat is eigenlijk nieuw wat we op dit moment aan het organiseren zijn en wat ook echt vanuit de club georganiseerd wordt. En waar we als sponsorcommissie natuurlijk veel nadruk op leggen. Ik denk dat we daar als actieve club ons behoorlijk inzetten, toch? Zeker weten. En inderdaad, die zomeravondcompetitie, dat wordt een bedrijvencompetitie. Dus vraag aan je collega's, heb je zin om een avondje even te zwemmen met een balletje, gezellig onder elkaar? Ik denk dat fun vooral voorop staat en kennis maken met de sport. Helemaal waar. En ik denk niet als bedrijf zijnde dat je een volledig team moet inzetten. We kunnen dat als club inzetten met extra spelers uit Heren 1, Heren 2, Heren 3, dames. Het is eigenlijk echt een gemengd waterpolo evenement wat we op de vrijdagavonden doen. Maar daarin zullen we als Arethusa nog verder naar buiten komen. Edwin, je gaf het al aan. Hè? We hebben een sterke uitgebreid sponsorbeleid. Hè? Veel nieuwe bedrijven erbij. Er zitten ook nog wat andere sponsoren aan te komen. Wat is er anders gedaan? Een actieve benadering. Ik denk dat we met de sponsorcommissie echt naar de mensen toe zijn gegaan. Vertelt hoe leuk deze sport is. Die heeft ook de aandacht nodig. Het is in het zwembad. Het is niet altijd zichtbaar. We proberen de sport breder in zichtbaar te maken. Onder andere door DTV. Kijken toch, schijnen meer mensen te kijken naar de uitzendingen van het waterpolo dan het basketbal Den Bosch. De Heroes, geloof ik, heb ik laatste cijfers gezien. Dus het is gewoon een mooie sport om te zien. Vlug, van links naar rechts, van achter naar voren. Het is een mooie sport. Daarnaast hebben we ook als sponsorcommissie wat nieuwe ideeën bedacht. Die komen aankomend seizoen worden die meer zichtbaar. Maar daarvoor hebben we wel mensen nodig. We zijn een club. We hebben vrijwilligers nodig. We hebben mensen die helpen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar we zijn met z'n allen de club. En dat moeten we echt uitstralen. Vandaar hebben we ook besloten om nieuwe kleding te doen. Zowel voor de zwemmers als voor de waterpolers. En dat is van zwembroek tot badpak tot tassen tot alles is straks mogelijk. Een beetje een nieuw design. Een beetje vlot. Een beetje hip. Maar wel de clubuitstraling. Club breed. We hebben gezien dat er bij de wedstrijd zwemmers en het waterpolo wat verschil in uitstraling was. Daar willen we gewoon helemaal volledig gelijk trekken. En voor iedereen toegankelijk. Ja, dat klopt inderdaad. We zijn een club. En dat willen we ook uitstralen. En als je gewoon als club zijn eendracht uitstraalt, dan geeft het ook macht. Absoluut. En het is hier altijd heel gezellig. Ook op de zaterdagavonden met de wedstrijden zoals we het hier zien. Edwin, dankjewel. We wilden je toch even kort aandacht aan geven, want het is gewoon heel belangrijk. De vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken binnen Arethusa, we hebben deze mensen ook echt nodig. En daar kunnen we nog altijd meer mensen van gebruiken. Dus zijn er mensen betrokken bij Arethusa en die willen hierin meedoen. Hey, van harte welkom. En, ons even aan het jasje. Ja, neem ons mee. Ja. Dankjewel. En we gaan hier zo meteen weer verder kijken naar een mooie wedstrijd van de heren tegen de Vennen. Nummer 1 tegen nummer 3. Dus we gaan heel even terug naar de commentaarpositie. Dankjewel.
Ja, we komen nog even terug op de dameswedstrijd tegen Brandenburg, hier samen met Hans. Ja, we zijn hier voor de wedstrijd en dan maken we er iets heel spannends van. En dan blijkt het achteraf toch heel anders te lopen. Ja, maar dat is de verdienste van mijn ploeg. We hebben echt deze week hard getraind op de ballijnpressing en omschakeling in de contra. Dus zodat we iedere keer eigenlijk meteen in het begin van de aanval een man meer krijgen. En dan zie je, we komen geloof ik 7-1 voor of zo in de eerste periode. En dan is het verschil gemaakt. En dan als we tempo hoog blijven houden, dan gaat het goed. Dus ik ben tevreden coach. Het systeem wat we gekozen hadden werkt. We hebben ook nog geoefend op de zoneverdediging die zij erin leggen. Als wij niet scoren vanuit die contra-aanval, wisten we ze dat zij een hele sterke zone hadden. Daar hebben we de uitwedstrijd hebben we heel vaak onszelf op stuk geschoten. En vandaag hadden we een oplossing en dat leidde tot een aantal mooie doelpunten. Vooral Simone had een aantal mooie doelpunten op de midvoor. Maar ook omdat ze goed werd aangepast vanaf positie 1 en 2. Wat de tegenstander gewoon niet verwacht. En dan vliegt hij erin en dat is lekker. Absoluut. En dan kiest ze ook nog een aantal keren een moeilijke hoek. Hè? Dus niet de voor de hand liggende hoek. En dan komt er een mooi doelpunt uit. Wat betekent dit nu in de stand? Want we hadden het daar straks al eventjes over. Nou ja, dit betekent dat Brandenburg eigenlijk is uitgespeeld voor het kampioenschap. Zij hebben nu denk ik 3 verliespunten meer als ons. Dus ja, weet je, in principe zijn als wij de laatste 2 wedstrijden winnen, komen zij ons in ieder geval niet meer voorbij. We hopen dat zij volgende week wel hun sportieve plicht doen en het Arnhem heel moeilijk maakt. Arnhem gaat virtueel aan kop, maar die hebben wat wedstrijden minder gespeeld. Die hebben 3 verliespunten minder dan ons. Maar hopelijk doet Brandenburg een sportieve plicht. Het zou heel mooi zijn voor onze club als Arethusa. Je gaf aan, wij spelen volgend weekend 2 wedstrijden, dubbele. En dan is het afwachten. Is daar dan een ander schema gekomen in het programma of hoe is dat gegaan? Nou, wij spelen met een competitie van 9 teams. Daardoor zijn wij gewoon eerder klaar. Als je 9 teams speelt, dan heb je gewoon heel veel meer speelrondes vrij. Er is een wedstrijd verplaatst die wij in april zouden spelen. En die is al gespeeld tegen Borculo. En ook een wedstrijd die wij volgende week zondagochtend spelen, is ook verplaatst, zeg maar. Dus dan zijn we gewoon klaar. Dan zitten we in de maand april in de wachtkamer. Wachten of dat er misschien een kampioenschap is. En dan nog, dan moeten we promotie-degradatiewedstrijden gaan spelen voor de eerste klasse. Dus kan zijn dat we in mei toch weer moeten aantreden. Daar hopen we op. Dat betekent dus als je nu kampioen zou worden, dat je nog niet zeker bent van promotie? Nee, er zijn 4 tweede klasses, of 4 tweede divisies noemen ze dat tegenwoordig. En daarvan mogen er 3 promoveren. Dus die spelen onderling spelen die nog 2 rondes om te kijken wie van de 3 naar boven mag. Erg spannend. Nou, we gaan ons denk ik klaarmaken voor het voorstellen hier van de heren. Want dit schijnt ook een hele mooie pot te worden, nummer 1 tegen nummer 3. Dus dat, daar gaan we naar kijken. Dankjewel. Ja, dames en heren, wij gaan ons opmaken voor het voorstellen van de 2 teams in de heren. En daarvoor gaan we over naar de commentaarpositie. Dankjewel. Veel plezier met deze wedstrijd.